We zijn blij op 22 dat we dit vanavond buiten kunnen zien om spelen weer de korfballen voor te trekken. Ik denk dat daar niet aardig voor is. Het is nieuws. Waarschijnlijk hebben jullie ook allemaal naar de website gekregen. Dus jullie zijn helemaal ingelicht van wat het inhoudt. Maar hij gaat het heel goed toelichten. Dus jullie komen hier echt heel met kennis vandaan. En op kennis gesproken, ik weet niet wie het allemaal aan de opleiding heeft genomen. Maar wij op 22 zijn schrikbaar voor de kennis die er is na je trainingsplannen naar voren te brengen. Dus iedereen die niet dit hier kan doen, is het toch goed. En ik heb een eenmaal aanbod. Iedereen die vandaag lid wordt van de trainingsvereniging, staat voor contributie vanaf 1 januari. Ik ga het staan. Kost 49,50. Ik krijg lidmaatschap van een coach bij Interreken. Normaal kost het 60 euro alleen voor de coach. Dus financieel is het gewoon aanzienlijk aanbod. En ik hoop dat het voor meer leden bij de ingang. Ik hoop dat veel mensen het invullen, want hoe meer leden we hebben, is de sterke richting KVB. We hebben geen problemen staan, we hebben meer leden staan. Dat zie je ook in de zin in. Bij deze succes. Dankjewel. Allereerst dank voor de uitnodiging. Een stukje eer, omdat hier dan samen over staan. Voorbal. Dat was ons ding. Datgene wat ik vandaag ga vertellen, is geen zin. Bedoeling van dit. Zo moeten we het allemaal gaan doen. Absoluut niet. Dus misschien ook wel de hele, de achterliggende boodschap van mijn hele presentatie is dat er is niet één manier. Er zijn heel veel verschillende manieren. Dit is de één van die ik hier nu allemaal uitga. We zijn hier allemaal met een bedoeling naartoe gekomen. Zie je dit? Ik zag dat jouw tweet voorbij komen dat je er zin in had vandaag. Als korfballer en bewegingswetenschapper. Wat hoop je te bereiken, hè? Ik ben benieuwd hoe je dit gaat brengen. Ik ben de theorie erachter wel van die ideeën. Ik ben heel nieuwsgierig hoe je dat vertaalt naar korfballen. Anders? Wat hoop je te halen, hè? Ik hoop hier een beetje een andere inkijk te krijgen waardoor mijn referentie kader beter wordt. Zodat ik zo goed mogelijk zelf mijn visie kan. Ja, hier is dan een stuk beïnvloeding van hetgene wat jullie allemaal hier al hebben. Ik heb allemaal een idee hoe het moet, dit is er maar niet. Fortuna, bij de Engels team. Jong de Wijk, 2003 was dit, een grote helden. Prachtig vind je ook niet heel bewust, maar we overkomen weer. Vandaar naar PC. Niet een hele gelukkige periode geweest in mijn carrière. Maar wel heel veel van geleerd. Eigenlijk ook grote oorzaken, dus niet bijna nieuw. Vandaaruit de laatste periode bij Top. Eigenlijk wel mijn meest waardevol. Waarbij alles wat ik eigenlijk al altijd al wist kon volmaken eigenlijk in het team wat we daar hadden. Mooie periode, heel laat voor geweest. Zo zal de meeste van jullie mij net mijn naam kennen. Ik betwijfel of mensen hier al weten wat ik qua trainersopleiding, ervaring heb. Dat zal bijna niemand mij hier moet kennen. Iemand wel, want achter die 50 miljoen jongeren is niemand weg. Ik vind het niet heel gek. Eigenlijk al vanaf mijn 17e geef ik training aan de jeugd. Vandaaruit bij Fortuna de jeugd gecoördineerd bij mijn oude club Afco. Bij Nick, dat is niet zoveel jeugd, dat is niet zo te doen. Eigenlijk dan nog verder in de BC-periode. Kwam ik via Albert Nijenhuis terecht bij Noordwest. Noordwest onder 19 jaar vrij succesvol en opgepikt om onder 16 in de Nederlands team te gaan doen. Toen stond ik voor een keuze of ik die lijn door zou trekken bij Nederlands teams. Onder 19, onder 23, dus de lijn die ik
gedaan of kom dit niet lukt. Voor mij was het eigenlijk de grootste uitdaging om de boel te hervormen. Dus de lijn die we hebben gekozen van het Nederlands teams, de beste voorbeelden van het Nederlands verzameld, daar heb ik natuurlijk ervaring op gedaan. De ervaring was vaak positief, maar op het laatste ook niet heel positief in. En dus ik heb mijn team op missie gesteld. Ik kon twee dingen doen, van weg. Dat was ook een idee. Mensen die me nou een beetje kennen, die denken dat ik weet dat ik in de TTC-periode eigenlijk gezegd heb van stop helemaal met voorbeeld, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga niet trainen, ik ga niet doen. Alleen toen heb ik, onder een stukje beïnvloeding, kwam ik terecht van nou, ik kan twee dingen niet weggaan, dus je kunt het van binnenuit proberen te veranderen. Dus heb ik heel bewust de keuze gemaakt om vanuit Nederland Teams omhoog te gaan. Ook waarschijnlijk de reden dat van daaruit waar die bekend zijn met mij als trainer. Visie op korfbal. Dit eigenlijk kwam vandaag ook uit. Mijn visie, hoe ik tegen korfbal aan kan kijken. Het allerbelangrijkste is dat je korfballen als handbalhandeling ziet. Handeling heeft een bedoeling. En met korfballen, wat hier staat, kun je ook vervangen door voetbal. Net die jongens die buiten prachtige met twee voetbal, volleybal, handbal. Probeer korfbal niet specifiek als korfbal te zien, maar als sport in het geheel. En de bedoelingen, oftewel handelingen, die je hebt in het korfbal, zijn niet heel anders dan bij elk ander sport. Korfbal is handelen, met een bedoeling. Hoe komen we daarop? Wij spelen een spel en wij handelen door het herkennen van spelbetekenis. Dus op het moment dat wij een spelletje spelen, laten we zeggen we gaan voetballen, dus wij denken verder aan korfbal, denken tot sport, wij gaan voetballen en we komen in een situatie terecht, welke situatie dat dan ook is, die herken ik van hé, dit is een korfbal 1 tegen 1, of dit is een 2 tegen 2, dit is een 3 tegen 3, vormen, etc. Vervolgens krijg ik een actie, ik doe dit, mijn tegenstander doet dat, dus ga ik weer zus en zo. Dat is korfbal. Maar dat weet u ja. Ja, logisch, van mijn tegenstander doet dit. Het oplossen van die ervaren speelproblemen is de kernwaarde van elkaar. Dus, heel simpel gezegd, mijn tegenstander verdedigt me en bovenop, dus ik kan niet schieten, dat herken ik, dus ik moet ruimte naar binnen in de hoofd gaan. Simpel. Dit verhaal, de eerste drie punten, wordt al heel lang vergeten. Voor mij, voor jou, voor Ben, voor de vetste. Toch komt dat verhaal niet echt over. Want ik heb ook echt niet de illusie dat iedereen vanavond bereikt en dat hij de deur uitloopt en dat hij zegt, hé, hey, maar nu snap ik. Ofwel, dat zeggen ze wel, maar echt snap, wat doen we het eigenlijk nog niet helemaal. Waarom? Het gaat namelijk om vier punten. De voorwaarden voor die oplossingen liggen op visueel, cognitief en motorisch. En wat doen wij? We trekken alles uit elkaar. Wij maken een oefening, we laten mensen schieten en we zijn alleen bezig met motorisch vlak. Of we zijn bezig met het cognitief vlak, of we zijn bezig met het visuele. We trekken alles uit elkaar. Kracht, techniek, tempo, conditie. Alles uit elkaar getrokken. En mijn visie daarop is hoe verder we het uit elkaar trekken, hoe minder succesvol we willen zijn. De visie die daarachter zit, is namelijk op dit is niet zo dat wanneer we mensen leren lopen, leren paasen, leren schieten, dat we dan kunnen korfballen. Nee, dat leren we door alles tegelijk te doen. En daar zullen we onze oefenstof op moeten inrichten. Apart inrichten van alle onderdelen, zal in mijn ogen minder succesvol zijn. Denk daarbij aan voetballetjes die op buiten op straat voetballen. Nooit één training gehad, die pak een bal gaan, buiten voetballen. Doen ze dat elke dag, moet jij kijken hoe ze kunnen voetballen. Nooit één training gehad. Nooit één training geweest, die heeft gezegd, je moet dit kantje goed, en dan moet je weer doorgaan. Dat kan je goed, steeds steeds. Nee, dat ervaren ze zelf. Zij zien zelf, hey, ik noem de tegenstander, ik doe hem voorbij, en daar is het doel. Mijn hoofdbedoeling is scoren, en dan moet ik dus daar naartoe. Dat ervaren ze zelf. Dat doe jij niet als trainer, dat doen ze zelf. Het genoeg willen we als trainer boven op het schavot gaan en zeggen, vandaag ga ik je leren zien, vandaag ga ik je leren baas. Nee, dat doen ze zelf. De enige vraag van jou is om ze te wijzen op de speelproblemen die ze tegenkomen.
Zoals we zei, mijn missie. Mijn missie is om te gaan spelen vanuit team bewustzijn en drijven. Dat is wat ik net heb gehad, een soort van basis waar ik telkens naar terug gewaakt. Ik ben op een gegeven moment dus gaan trainen binnen het Nederlands team en had ik dit nog missie. Ik wilde af van specialiteiten. Ik wilde af van individuele. Dat het ene belangrijker was dan het andere, dat het ene anders ging doen dan het andere. Daar wilde ik vanaf. Ik ben namelijk heel erg gericht op dat wij samen iets doen. En dat betekent dat we allebei samen dezelfde intentie hebben. Dat betekent niet dat ik hem de bal geef om te scoren en dat dat mijn taak is. Nee, we doen het allebei. Op het moment dat ik hem aanpas, past hij mij elkaar om te scoren. Dat klinkt heel simpel, maar toch zien we dat elke keer op het veld, zien we dat komt op druk, dat er een verschil is tussen een rebound en een dametje die er vlak achter staat. Twee voorin, waarbij de één zegt, hé, ik mag daar gaan zitten. En die andere die vraagt zich af waarom die überhaupt contributie betaalt. Die is stukken in. Ik zet hem even scherp in. Mijn tijd niet dan. Ja? Vrijheid heeft te maken met wat voor vrijheid hebben we nou eigenlijk op het moment dat we gestructureerd moeten gaan spelen. Hoeveel vrijheid ervaart een dametje die vlak achter de rebound staat om alleen maar aan de aangeven te komen. Is dat dezelfde vrijheid alleen maar allemaal goed zijn begonnen met voorbal van ik wil echt spelen. Met welk gevoel wilde mij destijds jou gaan voorbal? Wat wilde wij? Ik wil tegen jou spelen en ik wil jou slaan. Dus ik wil jou goed dat ik hier mee zit. Actie-reactie. Ik wil fijn spelen, zodat ik als de bal krijg dat ik kan schieten. Dat is de kern waarom het om gaat. Dat is de vrijheid die we allemaal ervaren. Alleen gaan we, hoe gestructureerd het spel werd, voor meer die vrijheid, voor drie van de vier. Best. Maar ja, met die tweede en die derde, uiteindelijk gaat het nog niet niks. Maar ik wil wat in. Dus het is een nastreven, het is een streven van mij. Mensen zoveel mogelijk hetzelfde laten doen, dus zoveel mogelijk vrijheid. Zal ik het helemaal halen? Nee. Maar hoeft het niet. Maar ik ben daar wel op gericht. Dus uiteindelijk gaat het wel om binnen. Mooi spelen, dat is leuk, maar we zijn er echt. Visie. Vanuit visie opstaat visie. Hoe ga ik dat dan doen? Onafhankelijk. Ik vind dat je meer moet kunnen dan alleen maar 1-1 spelen. Alleen maar rebound, alleen maar aangeven. Ik vind dat je meer moet doen. Maar wel binnen teambewustzijn. Dus we hebben onafhankelijk talent binnen teambewustzijn. Tweede, is misschien nog wel belangrijk, het staat heel simpel, maar het is in de praktijk enorm verschil als je dat echt goed kan kijken. Ze hebben dezelfde intentie. En die intentie, wij spelen samen met vak. Hij wil scoren en ik wil scoren. Dat betekent dat wanneer hij de bal heeft, dat mijn acties erop ingericht zijn om mezelf vrij te spelen. Maar jij hebt de bal, dus jij speelt ook naar mij een assist. Je baas van jou, je geeft een assist. Ja, de baas van assist. Want als ik de intentie heb om vrij te spelen, en jij geeft me zo'n balletje, ja, dan hebben we ruzie. Hetzelfde intentie. Afwisseling in de functies. Eigenlijk is de enige beperking die ik geef, is dat de man de rebound staat. 80% van de tijd. Ik ben nu een beetje bezig om te kijken of we misschien oude wedstrijden met twee vrouwen rond de korf gaan spelen. Niet zozeer om de mannen te laten schieten, maar meer omdat de vrouwen rond de korf enorm gevaarlijk zijn. Omdat vrouwen elkaar overnemen straks hebben moeten. Man en de rebound. Eigenlijk wel. De overige drie aan de buitenkant, dezelfde intentie. Moet alles kunnen. Dus die spits, die Tim Bakker, noem hem maar even, ik denk dat het meest makkelijk is, die gaat ook weer aangeven. Dus ik neem de helft van zijn schoten, neem ik weg. Hij gaat ook in aangeven staan. Dan is de aangeven het spel van vrijkomen op de korf en als gevolg eventueel aangeven. Al het belangrijkste is misschien wel de laatste, een hoge entertainmentwaarde, is ik vind het een stuk leuker om te zien. Ik ben ook een liefhebber, ik zie ook graag een mooi en leuk spel. Afwisseling, beter, beter. Maar die entertainment zit ook met de speler zelf. Ik heb nog geen speler. Bij mij gehad die zegt, ik vind jouw spel echt niet leuk. Ik vind het niet leuk. Nog niemand. Waarom? Omdat ze weer teruggaan eigenlijk hetgene waar ze in basis mee zijn begonnen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over een traditionele visie. Die zet ik een klein beetje zwart in neer. En de driehoeksvisie. Hoe kom ik bij de driehoeksvisie? Dat heb ik vanuit Phil Jackson. Phil Jackson is mijn grote help eigenlijk. Buiten korfbal. Basketbalcoach, NBA,
coach van Michael Jordan bij Chicago Bulls en later bij de Lakers met Kobe Bryant. Die heeft een triangle offense, een klein beetje stil. Waarom hij? Eigenlijk is het hele psychologische kant van het verhaal van deze sport. Het is normaal een keuze namelijk. De psychologische kant en de technische kant is volledig overeenkomstig. De driehoeksaanval, de driehoeksvisie, is volledig, moet je niet verhalen met een 3-1. Want 3-1 is niet het doel, driehoeksvisie, driehoeksaanval is het doel. De 3-1 als spelvorm is maar een middel om te komen tot je hoofdbedoeling, zoals scoren. Deze wordt nogal eens verkeerd uitgelegd. Ja, maar je wil de 3-1 spelen. Nee, scoren. Waarom? Ja, spelen prachtig voor 3-1. Nogmaals, het gaat me niet om 3-1. Ik wil winnen. Ik wil niet 3-1 spelen, ik wil winnen. Dat is een groot verschil. Traditionele visie gaan we even mee beginnen. Waar ligt de focus op in de traditionele focus, dus de traditionele spel? Snelle rebound neerzetten, bal van pak binnen, snelle rebound. Dan weet de dame, vaak de dametjes. Je weet niet hoe snel die is achter die rebound moet gaan staan, vlak erachter. En dan hebben we eigenlijk kunnen we gelijk naar de aangeven. En dan staat eigenlijk deze drie mensen, of er staat er nog een handje naast, in het teken van één stuk. Die staan allemaal in dienst van die ene stuk. Traditioneel spel. In tijd en in aandacht, daar focus je hem eigenlijk zo instellen dat speed 4-0 heel kort, daarna 3-1 heel kort, zo snel mogelijk naar de 2-2. Traditionele posities, wanneer je echt gaat kijken naar, zet de video maar stil. Twee mensen hoog in het voorbeeld en de dames die vlak eraf. Je kunt hem tot op voorbeeld niet ook neerzetten, elke keer die je eigen is. Waarbij dit heel gaat betrekken, noem maar wat je wilt. Maar het grootste probleem is maar in twee dingen. Eén, de twee mensen aan de voorkant van zichzelf, die staan op faal plus meter. De dame hierachter staat vlak achter de rebounder en vaak is de verdedigende rebounder nogal hoog. Dit is moeilijk te bereiken. Dus, deze slaat het. Joh, kom nou eens. Deze zegt, ja maar, ik treed me voor, kom gewoon die ballen nou eens overheen. Eigenlijk is het grote spelprobleem tussen de twee. We hebben een enorme afstand, deze baan is de moeilijkste die er is. Als je hem kan geven, geweldig, vaak ballen. Natuurlijk. Dus, en dan in de volgende vraag, wat is het verschil, voor deze spelers, wat is het verschil tussen die en die? Weet iemand het antwoord? Wat is het verschil? Antwoord is daar, niks. Er is geen verschil tussen die twee. Wat doe je er dan? Wat is het? Als je het hebt over samenspelen, twee personen, die hebben eigenlijk, er zit geen verschil tussen de een en de ander. Dat is wel gek. Twee hoge voorbeeld, één rebound en één assistie, prachtig voor. We weten niet zo, hoe snel we naar deze situatie toe moeten. Dus, wat hebben we dan over? We hebben het daarvoor als een zeer voorspelbare roodlijn en actie. De functie staat boven in intentie tot score. Dit is de kern, intentie tot score. Dit is de kern waar het om gaat. Alleen, we hebben het daar over de dame die dat achter de rebound staat. Die is niet meer gefocust op ik moet een doelpunt maken. Nee, die is ook gefocust. Ik moet van mijn trainer naar die positie. En het liefst op het strafhof zit, want dan heb ik het goed gedaan. Het is een doel op zich geworden. De functie staat boven de intentie tot score. Ongelooflijk vind ik. Ongelooflijk. Daardoor ook zeer voorspelbare momenten voor doelpoging. Super voorspelbaar. Wat is het? Je makkelijk ballen spelen. Als je het makkelijk kunt, als je deed, kun je helemaal op instellen. Destijds speelde ik bij Nick. Nou, dat is natuurlijk. Seven. Laten we daarvan feestellen, ja. En dan kon je eigenlijk op de training, stond ik tegen Rico Kruijf, want lekker dan. Je kon eigenlijk gewoon als verdediger kon je verwachten, want zij weten het toch gedaan. En Rico stond er met een goede eigen ritten. En ik kon gewoon wachten. En op een gegeven moment kreeg ik ja, het staat, dat kan maar gaan zitten. Super, grappig. We zien het, constant. Zelfs op een EK bij Nederland. In Nederland. Terwijl je mensen met gemaakt krijgt te betalen onderhand veel geld voor een kaartje. En dan willen we niet zien wat de beste voorballers van de wereld kunnen. Terwijl we onszelf nu eigenlijk niet meer laten spelen dan wat de derde klasse ook dat kunnen. Dat is wel gek. Omdat de simpele vorm het summer moet zijn. Ik denk er altijd iets anders van.
Mooi, hè? Ik ben niet heel goed in deze presentatie maken, maar ik was hier wel trots. De driehoekstafel. De driehoekspoters ligt even in dezelfde snelle rebound en daarna komt de hele fase. Dus speel jezelf kwijt. Speel jezelf kwijt. Dat is wat anders dan schiet elke bal die je krijgt, maar speel jezelf kwijt. Wees met je tegenstander bezig. Speel je ouderwet tikkie. Terwijl, hij staat daar, ik ben weg. Komt hij achter jou, ga je de andere kant op. Tikkie spelen. Alles is overlappend. We hebben een enorme transfer. Alles is met elkaar verbonden. Waardoor ook, jij gaf mij elke fase een assist. Gek is dat, wanneer er een rebound staat, dat de paas die er gegeven wordt, vanuit de ruimte, anders is dan de paas die vanuit de traditionele assistpositie komt. Denk daar wel over na. Want we wilden daar een aangeven, en dan staan we in die aangeven, en jij wil schieten, ik ben juist de hoofd aanval, en we staan zo. Ik wacht, en ik ben in contact met jou gemaakt, en bam, dit is het goede moment. Dat zijn de beste assists. En waarom doen we dat niet daarvoor al? Ligt dat aan hem omdat hij zichzelf niet vrij wil spelen? Of ligt het aan mij omdat ik geleerd heb dat het pas gaat beginnen om in een aangeven staat? Ik vind het gek. Ook met level 3, vanochtend nog weer gehad. Ik ga stuk naar de niks. Die blijven maar postbode spelen en gaan gaan. Nee, elke bal is een assist. Neem de bal ook aan om te scoren. Trek je tegen mij toe. Of je hem schiet, is een optie die je zelf moet bepalen. Het heeft met heel veel dingen te maken. Schotpercentages, verdedigende druk, terugzakkende mensen. Maar je hebt in ieder geval de intentie om te doen waar je uiteindelijk om gaat, is om te scoren. Dus of je het doet, is een twee. Klaar. Dat kun je stel jezelf kijken. Ja. Je hebt één aan die hand en dan gaan we drie jezelf tegelijk geven. Ja. En krijg je dan niet het gevaar dat we elkaar in de weg lopen? Nee, ga ik straks laten zien. Ik krijg straks over positionering, gewoon heel duidelijk. Want dan is die vrijheid nog een beetje weg. Nee, een enorme vrijheid. Zeg nog, de vrijheid is heel groot. Want je loopt helemaal stuk als je de vrijheid loopt. Gebruik de verdedigende druk. Om gemakkelijk in de uitschiet te komen. Ik stel hem even als volgt neer. We spelen een 3-1. De 3-1 fase. En ook ik heb maar heel hard ik ben dan die dametje. Dat dametje dan naar de aangeven moet komen. En ik heb maar helemaal kwijt gespeeld. Ik krijg de achterlijn vol druk. Ik paas hem door. Makkelijk of moeilijk om naar de aangeven te komen? Ja, makkelijk. Super makkelijk. Super makkelijk. Volgende ding. Die andere twee spelen nog steeds vol 1-1. Je bent nog steeds bezig om de straf uit te spelen. Je krijgt alle druk. En vanuit die situatie komt er in één keer een aangeven. Volledig onvertrouwen. Moet je goede verdediger zijn om niet te halen. Heeft alleen maar. Dus de 3-1 is geen eindfase. Kan, als je vrij staat, een goede schotafstand. Dan is het misschien prima. Maar het is geen doel van 3-1. De focus in tijd zit hem dus voornamelijk in de 3-1. Ga maar kijken bij een club. Hoe lang het duurt. In een aanval, de 1-1 situatie. Vaak lang, dus de relatief lang. Kom, ik ben klaar, en we hebben nog een, jij moet dan nog. Jij moet, oké, nu moet ik wat gaan doen. Ja, gaat hij wat doen. Op het moment dat je een goede 3-1 speelt, kom je naar aangeven, dan kan ik gelijk doorpakken, je staat al vrij, want je was al bezig met jouw kwijt te spelen. Of, bam, kom naar binnen. 5 seconden maximaal. Ga dan leren. Je moet niet bang zijn voor de klok. Die klok die loopt, daar heb je geen last van. Dus in tijd, bal komt pak binnen 5 seconden staat een rebound. 4-0 is nutteloos, want de intentie te scoren in 4-0 is super laag. Super laag. En je kunt naar de ruimte in één keer naar binnen gaan, maar laten we simpel zijn, dat gaat niet lukken. Dus rebound neerzet, daarna, intentie tot scoren, intentie tot scoren, intentie tot scoren. Lukt het niet? Hebben we nog, zit je nog 8-9 seconden? Kom dan maar aan raken, dat is een heel makkelijk kans. En je moet daar een beetje vertrouwen in hebben. In het begin zul je zien dat je, snel schieten. Training komt dan. Maar hoofdzakelijk zit de focus in je aanval zit op de 3-1. Positionering, daarover. We gaan het namelijk in 3 fases aanbieden. Ga je in één keer naar de eindfase, dus in één keer naar de derde fase, heb je een probleem met de orde chaos. Ga je elkaar aan de weg lopen, wie doet wat, etc. Gaat dat niet worden. Fase 3 is hetgeen wat ik graag zou willen spelen. Maar hoe kom je nou vanaf die traditionele fase, vanaf die traditionele visie, naar mijn eindfase? Dat gaat je niet één keer lukken. Tenzij je 5 jaar op één plekje als coach,
maar dat staat niet aan de orde. Maar dus om zo snel mogelijk te bereiken de drinkbaar. Fase 1 is een waterspel waarin vanuit herkenbare functies gespeeld wordt. En dat is gewoon een rebound-functie, net als altijd, een hoofdaanvaller, die heeft ook allemaal een verdediger en de assist. De functie verandert niet. Dus op het moment dat jij met een fantastisch dametje dat alleen maar in de A-tech speelt, als je dat al hebt, prima. Geweldige baan. Vandaar dat ik een basisspel. Maar nu, het enige wat anders is, is dit verhaal moet je er langs mee brengen. Ik noem het positie 1, 2 en 3. Zeg ik 3. Ja. 1 en 2, spelen 1 en 2 noemen ze dat dan ook, zit geen verschil tussen. De voorkant, de zijkant, spelen allebei om zichzelf kwijt te spelen. Dus de feiten spelen we met twee mensen aan de buitenkant en met twee mensen aan de binnenkant. Een dode vlak. Ja. Voorwaarden, de drie posities moeten bezet zijn en op het moment dat het een lopende is, sorry jongens, ik geef het niet anders in elkaar, maar als er een lopende drie aan de mensen aan de buitenkant is, is het korte middelpunt van het spel. Nu niet, maar in een dynamische vorm is het korte middelpunt. Wat zie je? Gaan we kijken. Dat is je nederspel en dan is het grootste probleem. We kunnen 3 hebben, we kunnen 3 hebben. Geweldig. Gaat staan en we zitten de driehoek. Mijn vader zei altijd, jullie moeten gaan maken komen. Voorbeeld op wachtenlijst. Voorbeeld op wachtenlijst. Rond het achterveld gebruik je niet. Is toch gek? Terwijl dit eigenlijk, wat je niet zou moeten gebruiken, is het wat een 15 meter schiet, nu dan een percentage van 3%. Volgens het middelpunt van dit grote verhaal, van deze grote, van de grote vierkant, en daarin ga je een driehoek maken. Mensen aan de voorkant van de koor moeten dichterbij staan. In het begin denk je, hup, dat is echt te dichtbij. Maar de mensen aan de achterkant moeten verder weg staan. Wat jij zegt. De drie posities moeten bezet zijn. We gaan het eerst hebben over de tweede 1 en 2. Spitse spelverdeling noemen ze. Spitse denk duidelijk, spelverdeling. Kun je ook vrij? Dat is ook mooi, hè? Zo, dat is heel lang over. Nee, ik weet het ook. Kun je ook vrij? Hoofdzakelijk, wanneer je hem een GPS-verzendertje geeft en je ziet hem bewegen, hoofdzakelijk zit hem in een brede lijn. Van de bal af, dus als je twee de bal hebt, van de bal af, op en naartoe. Heel weinig in de hoofdlijn. Dus in de 3-1 zit je veel meer in de brede lijnen dan in de hoofdlijn richting kort. Dit 1. Tweede is, grote functie, is laat het spel kantelen door een lange lijn. Allemaal fase 1, hè? Als het spel kantelt, verandert alles voor degene die achter de korf staat. Die wordt namelijk en kan voorbereiden. Altijd een beetje de aandacht aan die kant. Het spel gaat alleen die kant op en staat hier helemaal vrij. Dus A, heel makkelijk naar de A-tent komen. Twee, heel makkelijk kans uitgaan. Dus het kantelen is een absolute winst op het moment dat je dat goed kan spelen. Terug over te kijken. Dit is heel belangrijk. Zoals ik al zei, degene die weinig contributie betaalt, is voor mij de belangrijkste steun van allemaal. Waarom? Dit verbindt het voor- en achterveld. Zoals ik al gezegd had, degene de paas naar positie 1 naar 3, van voor naar achter is mega moeilijk. Het gaat dan weer van een pas tussen. De tweede, het verbindt het voor- en achterveld in fase 1, van methodische fase 1. De kansen van 4 zijn enorm groot. Dus de kansen van degene achter de korf zijn enorm groot. Waarom? Wij zijn helemaal gebleven van we moeten voorbereiden. Jullie, waar moeten we voorbereiden? Ja, zodat er niet ineens door kan komen als je er vol staat. Wat is het kopje uit 1 event? Dat zijn alles goed, maar puur en vol energie. Kom die hebben trouwens ook. Die vragen we nog niet. Maar we moeten gewoon leven. Minder dan 10%. Waarom? Van de vol energie. Dus ik heb het niet over vijf schoten, want daarom de, het afstandsschot als geheel zit je de allerbeste met 20%. Steeds 1 op 5. Alleen. Dus aan de volle 1DG zit je op gemiddeld niveau onder de 10. Maar ja, dat is toch goed als nou, precies.
Dus de vraag is waarom je er zoveel moeite voor doet om voor te treden. Omdat alle kansen rond de korf liggen bij de kaart een stuk groter. Wij vinden de voorbereiden namelijk veel belangrijk. Die 1-2-1 krijgt wel vast goed uitvoeren dat het voor de voortreden. Waarom? Ik wil naar de aangeven komen. En er wordt zoveel risico genomen in voortreden. Dat daar alle kansen rond de korf uit ontstaan. Terwijl we weten, op het moment dat ik niet voortreden, in de bal van de aangeven. Minder dan 10% wordt te maken met het probleem. Wees alert op de kant van de assist tegen. Je krijgt namelijk heel veel kansen wanneer je dieper in het vak staat. Die assistspeler gaat namelijk naar de achterkant van de koord, niet in het ovaal staan, maar staat daar buiten. Begin diep te tachten zelf. De meest gemaakte fout is gelijk achter de koord duiken. Hier hoef je niet heel veel te doen, want ze kunnen zo graag voorbereiden. Schotpercentage hier is enorm hoger dan het volledige zijn. Krijg je heel veel kans uit. Gebruik het blok door wanneer je een opgeleden wordt. Daarna komt pas het verhaal dat je het blok gebruikt om jezelf vrij te spelen. Dus eerst in de ruimte vrij te spelen. Daarna het blok gebruiken om voor vrij te spelen. Ik zit nog helemaal niet met een assist. Ik speel gewoon 1 tegen 1 met een blok, dat zeg ik. Moet je tegen je stick zetten. Dan ga je 1 tegen 1 spelen met een screen. Dan een stick. Maar geen achterkoord, denk heel anders. Je wil naar je aangeven. Gebruik het blok om kansen te creëren. Word je dat nog weer verdedigd, dan kun je naar aangeven komen. Dan hoef je alleen maar te letten op die timing. Of wanneer vaak is dat? Ik gooi hem lang weg, dat is het moment voor komen. Vind je dat ook iets vaak zijn? We gaan naar 2. Ook een mooie reeks hoor. 2. Fase 2 is een uitbreiding waarmee de nadruk ligt op positiewisseling. Dus net was de functie was persoonsgebonden. Jij bent een goede spit, dus jij gaat de hele wedstrijd spitten. Jij bent een goede assistdame, dus jij gaat de hele wedstrijd assisten. Wil ik niet meer. Dat is nu positieafhankelijk. Dus wie staat waar? Dit was duidelijk, dit mag wel sneller. Maar dat is positie, beginpositie is precies weer hetzelfde. Maar hier is allemaal gewoon spelen. Dat betekent dat die spit die net voor in het vak staat, nu in één keer achter in het veld staat. Is dat heel vervelend? Nee. Ik denk je bij hetzelfde, ik zelf vrij spelen op het koord. Als ik tegen Mick Snel zeg, jij speelt een hele wedstrijd aan de achterkant, een beetje wat vrij spelen, je ziet nog steeds in staat om achterhoofd te maken van de wedstrijd. Waarom? Het grote voordeel om in de rode zone aan te vallen, is namelijk dat je nooit buiten je schotten gaat staan. Terwijl het grote probleem is van aanvallen in zone 1. Zo'n 2 is nog makkelijk hoor, dat is vaak een grens van net een zijlijntje dan tegen de hoek. Er wordt vaak ervaren dat aan de achterkant te weinig ruimte is om aan te vallen. Klopt wanneer het vanuit een assist wordt aangevallen. Maar vanuit de ruimte komen een assist, is de ruimte die je hebt vanaf het korf tot de achterlijn meer dan genoeg. Wetende dat we namelijk over de breedte krijgt al ruimte. Positiewisseling. Betekent dus ook dat je veel makkelijker in één keer van daaruit ook prima het spel op de korf kan gaan spelen. Niet meer alleen maar spitsen, meer vrij spelen en scoren vanuit de positie waar je op staat. Uitvoeren van de taak die horen bij die positie. Dus 2 verdeeld tegen 1-3. 1 is dan op dat moment hoog aanval. Moet je daar eindigen? Fase 3, laatste fase, is precies hetzelfde, maar taken. Zijn niet meer persoon en ook niet meer positie gebonden. Alles is vrij. Er zijn verschillende functies vanuit, dus alle posities kunnen worden uitgevoerd. Waarom komt bij ons de assist altijd vanaf de achterkant van de korf? Stel je die vraag. Ik weet het antwoord vandaan. Het heeft namelijk met het volgende te maken. Dus, dit is nog weer duidelijk. Van hieruit ga je gewoon spelen. Vind ik leuk. Maar van daaruit kan je prima vanuit de voorkant van de korf naar de assist komen. Onvoorspelbaar, de mensen in 1, maar 2 en 3 kunnen van daaruit prima schieten. Heb je dan minder ruimte of 3 zijn er recht achter de korf? Klopt, moet je niet treffen worden. Wat is namelijk hiervan het ding? Deze moet je absoluut onthouden. De voorkant van de korf bestaat niet meer, weet je. Bestaat niet meer. De voorkant, wat is zo heilig, die bestaat niet meer. Er was een tijd dat we met rieten mandjes speelden, ik heb het zelf ook nog meegemaakt. Dat is misschien niet. Rieten mandjes gehad en weet het voordeel om van de korf, van de voorkant van de korf te schieten. Ja. Waarom? Mandje hing een beetje. Schutmandje.
third month is here. She's moved in the last week in a dirt market. Third month. Fourth month on the court. That was amazing for them. Daarom kwam ook de assist vanaf de achterkant. Liep naar de aardrijf, zodat de assist naar, zeg maar, aan de voorkant van de korf stond, zodat je aan de voorkant van de korf ging. We hebben nu een aantal jaar met een ander korf, en die staat in principe, ik weet het hoor, ik ga een beetje buiten wanneer de binnenkant afbreekt, maar in principe staat ze recht. Dus de voorkant van de korf staat niet meer. Als je ziet waar het gaat, en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt, maar voornamelijk de belemmeringen die je zelf legt van het moet zo, als je die weghaalt, poeh, dan heb je veel mogelijkheden. Maar als ik nou de eerste bal naar achter ga, met die rebounder. Ja. Ik vind het altijd heel schattig als ze 3-1 gaan spelen. Dan zeg ik van, nou, welke driehoeksverhouding, dan ga ik de eerste bal achter. We hebben dat met DEC A1 tegen Fortuna vervolgens gespeeld, want die wilde dat ook heel graag spelen. Ja. En dan gingen we de eerste bal achter en dan kwamen we zelfs met Heemsterk, die kwam dan in de problemen, want die kwam echt tegen de Boetje Koolman in de 1-1. Ja. En dan was het een probleem. Nou, dat is de vraag of je naar 1-1 moet zien. Maar we hebben er ook veel mee te maken hoor. Wij spelen onder met jonge Rijn, we vaak tegen de grote jongens. En die hebben eigenlijk nog maar één optie, want ze worden er eigenlijk helemaal afgetikt wanneer wij dit vol gaan spelen. Ze hebben maar één optie, want alles eruit halen en afgetreden. Maar het heeft natuurlijk ook nog met techniek te maken. Kijk op de lage niveau. Hoe doe je op het moment dat je achtertreden? Los je nog maar snel op. Je weet na twee aanvallen, op het moment dat je wordt achtertreden, hoe kun je er eigenlijk binnen 3 seconden oplossen? Maar we gaan uitgespeeld en je speelt gewoon in hetzelfde spel weer. Betekent dat die 3-1 relatief korter is. Helemaal mee. Dus je hebt precies absoluut. Maar 3-1 is geen heilige vorm. Op het moment dat je hierin wordt afgetreden en daarna is het 3 paas kunt tot voorsprong. Ja, maar als je die lange paas niet kunt geven, want je praat over topniveau die paas kunnen geven. Maar op een laag niveau kunnen ze die paas niet ingeven. Welke paas heb je dan? Een paas van voor naar achteren, over 12 meter bijvoorbeeld. Nee, dat maakt het ook makkelijker om er nog 2 paas te geven. Dus een paasje van jou naar mij kan iedereen. Dat is nog wel een paas. Op het moment ja, dat ik hem vanuit de hoek van de kantine naar jou een paas en een rebound ertussen, wordt het lastig. Als bij een C2 bijvoorbeeld, noem maar op. Maar zijn ze bij een C2 dan zo slim om te gaan afgetreden en heel het veld ontbreken? Ja, er zijn ze hele slimme rikjes in. Moet je veranderen, moet je veranderen. Terug naar de baas. Voorkant van de korf staat hier. Alle belemmeringen die je zelf in je hoofd daardoor maakt, vallen voor een heel groot deel weg. Denk ik. Ik denk dat het niet eens zozeer een fysieke belemmering is, maar het spel is er niet op ingericht. Dus alles wat je aan de achterkant wegkrijgt, die meen je aan de voorkant. Daar is het. Maar dat is een voorkant die anders van de achterkant. Of van de zijkant. Maar dat is de perceptie, want dat zit in je hoofd van ja, dat moet ik niet doen. Precies. De aangeven moet vanaf die kant komen. Degene die, dat moet allemaal op een bepaald keer. Het hele bewegingspatroon is ingericht op de positie waar we staan in het spel. Dat is niet meer. Dat staat niet meer. Ja, nog wat vooruit gaan kijken. Kern van het driehoekspel, zoals een korf middelpunt. Dus als trainer kijk je niet eigenlijk wanneer het spel loopt, is de korf het middelpunt. Als het niet loopt eigenlijk, is de korf al het middelpunt van de driehoek. Zul je of ze zichzelf kwijtspelen? Op het moment dat ze de bal hebben, prima. Dus kijken, waarnemen. Doen. Hebben ze de bal niet, spelen ze het spelletje. Het basisspelletje als klein kind. Spelen ze het spelletje als eigenlijk. Dat je plichtmatig rondje gaat lopen. Maak contact, wacht. Ik wil het al in jou spelen, ik kijk je aan, ik wacht en dan verpaas ik. We hebben allemaal wel eens gehoord van een laag baltempo en een hoog looptempo. Dat was het beste. Maar hoe doen we dat dan? Dat is best wel lastig. Waar gaat het eigenlijk om? Dat op het moment dat je die bal hebt, dat je even vaststaat. Een snel baltempo wil ik ook wel. Maar als ik een hoog baltempo in een 3-1 ga spelen, voeg voor je conditie hoor. Om überhaupt aan te sluiten. En je hebt meer tijd om je actie te maken, je moet aansluiten. Want die bal is daar gedaan, dan moet je gaan. Dus dan ben je aan het aansluiten en niet met jezelf aan het vrij spelen. Dus, moet ik wachten. En ik wacht gewoon dat jij actie maakt. En dat is een harde paas en dan heb jij hetzelfde. En daar ga ik weer aan de slag. Maak contact en wacht. Het waarnemen, een groot onderbelicht. Van onderdeel van trainen, komen straks. Wachten en contact maken. Gebruik de opdracht van bepaalde druk om in onderspelde eindjes te komen. En daaruit doet het niet, jongens. Vaak leuk. Dat is voor spelers erg belangrijk. Dat is voor mij een vraag. Dit is een vraag. Een bepaalde nodig van doen.
door. Ja. Welke consequenties? Op het moment dat ik op deze manier wil gaan doen, welke consequenties heeft dat dan? Consequenties op motorisch vlak, cognitief vlak, sociaal en emotioneel vlak. Doe maar. Welke consequenties heeft het? Dat is allemaal belangrijk. Kunnen we ook niet kunnen doen? Je moet dat wel kunnen vinden. Mooi dan, dat is leuk. Ik vind het ongelooflijk. Ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar goed gewoon. Ik vind het ongelooflijk dat spelers van KZ die nu twee keer een hooi hebben gehad, het verschrikkelijk moeilijk vinden om dit te spelen. Waarom? Die hebben namelijk altijd geleerd schieten. Wij spelen een heel gestructureerde positie. Jij moet in het schip staan, jij moet dat doen, jij moet dat. En wanneer ik naar deze ga komen, want ik ga 3 tegen 3. De 3 tegen 3 is 2 voor, van Monocorp, heen en weer. Nooit gedaan. Nooit gedaan. Dat kan niet. En dat is nooit, dat spel voor je, nooit gedaan. Dat is gek. Waarom staan hier nu 3 vlakjes? Want eigenlijk, als je samenvat, kan heel veel aan Korvallen. Heel veel is wel gaan spelen. Dus niet loskoppelen. Absoluut niet. Heel veel doen. Terug naar het voetballetje, hè, die de bal pakt en gaan doen. Heel veel gaan spelen. En opbouwen naar fase 3, fase 2. Dat ga ik niet zeggen hier net. Dus wil ik wat je zelf het beste vindt waar je team op dat moment aan toe is. Vanuit de jeugd gaan we alleen fase 3 spelen. Methodische fase 3. Ga het maar alleen maar doen. Je moet weten wat ze dan in één keer allemaal kunnen en doen. Ze komen in situaties terecht. Waarin ze absoluut niet wegkomen als ik tegen jou zeg, ja, dat is lekker, jij wordt een shit aan. Maar dat doet me denken aan, Schalke gaf een keer een training bij de C1 van Eka. En die deed het alles in de 4-4. En op een gegeven moment stond er een jongetje vrij. Dat is me altijd bijgebleven. Goed in het jongetje, waarom schiet je niet? En dan zei het jongetje, kan niet schieten. Stop. Zo doen. Proberen. Ja, dat is nog een keer doen. Op het moment dat het jongetje aan voetbal is buiten, stop je. Dan gaat heel veel voetbal. Ja, maar het gekke is dat, dus bij Ajax, wat jij net noemde, hebben ze het over straatvoetbal. Ze zijn schatrijk, ja. Maar bouwen helemaal geen straat om te gaan straatvoetballen. Nee. Zouden ze moeten doen, hè? Ajax. Ja, maar bij de NRV doen ze het ook niet en bij Feyenoord doen ze het ook niet. Nee. Dus dat vind ik dan zo raar. Nou, dat ja, nee, maar dan zou je dus een straat moeten bouwen. Dus ik, maar je geeft het voorbeeld zelf, dan zou je dus een straat moeten bouwen. Dat zonder, gewoon niet. Uiteindelijk gaat spelen, als spelen weer een korbal. Als spelen weer handelen, problemen die je tegenkomt, oplossen. Kan je niet schieten, moet je veel doen. Waarom kan een voetballer ook springen? Omdat hij heel vaak heel veel springt. Ja, en onder motorisch is natuurlijk ook erg goed in elkaar zitten. Dat kan alleen maar willen. Maar als een kind motorisch niet goed in elkaar zit, dan heeft hij niet gezegd hoe die band wordt. Je moet het absoluut niet zeggen hoe die band wordt groot. Nee, maar hij moet het wel kunnen hoor. Jij moet een spel van verzinnen. Ja, maar je zegt helemaal niet goed, maar hij gaat het wel hoor. Maar je spel van verzinnen waarin hij heel veel gaat groot. Maar die motorisch niet goed in elkaar. Geef maar dat dan voor ons in. Nee, geef maar dat dan. Wat moeten we daar gaan doen? Heel veel, gewoon heel veel. En dan ga je dat is het spel. En ik ben het motorisch. Dat moet je zelf laten. En je moet wel even vragen, wat daar kan wel en daar kan niet voor je. Als ze dus niet gaan zeggen wat hij moet gaan doen, werkelijk. Even terug naar de 3-1, komen we straks op dat gedeelte hoor. Leer ze zelf vrij spelen, leer ze fasen, leer ze opties om samen te spelen, samen te spelen, de tegenstander binnen de driehoek uit te spelen. Dat zijn theoretische termen hoor. En leer ze naar de driehoek naar onvoorstelbare eindbasis kosten. In jeugd, absoluut lukt dat hoor. Lukt absoluut, alleen moet je goed opbouwen. En je moet niet in simpele, statische vormpjes, nee, wedstrijdelementjes. We moeten spelen, leren spelen. Zelf, problemen, ervaren en oplossen. Dus kom je op visie op één. Hoe gaan we daarmee aan de slag? Spelen, leren spelen. Al vaak doen is uiteindelijk datgene wat je doet. Mooi voorbeeld is krachttraining. Krachttraining is wat hè, van mensen. Het onderdeel van de training wordt krachttraining. En, dat is wel die professionelen die zullen zeggen, oh, moet allemaal niet. En ik ben het ook wel mee.
in principe op het moment dat jij twee keer in de week training af zit en krachttraining van de korrel, de kracht die jij als korrelballen nodig hebt, die ontwikkelt zich naarmate je veel gaat korrelballen. Want heb ik nou een grote sterk, dat blijkbaar heb ik dat niet nodig, want anders had mijn lichaam dat wel ontwikkeld. Nee, heb ik niet nodig. Uiteindelijk zal een, dus een rebounder die veel rebound staat, zal een ander lichaam gaan ontwikkelen dan degene die veel erg anders staat, veel erg redden, zelfs een andere positie. Alles is specifiek voor jou, scoreballen, en is heel anders dan iemand anders. Krachttraining van ziek, werkt wel, heeft wel meerwaarde, alleen pas op het moment dat je heel veel meer traint. Statement DSP. Eindvormen, eindstelvormen functioneren als start- en als eindpunt. Totaal deel totaal. Dat betekent dat ik een eindstelvorm, dus niet 4x4, maar een eindstelvorm van hetgeen dat jij gekozen hebt, daar gaan we weer beginnen. 3x3. Gaan. Binnen die 3x3 heb je al twee bedacht, komen ze waarschijnlijk een probleem tegen die je aan wil pakken. Dus je begint niet met het probleem, je begint met een eindstelvorm. Het kan een 2 tegen 1 zijn, dus een aangeven, een aanvaller en een steek. Dat is het van niks. Kan we doen. Kan we doen, kan we doen. Kan we lekker steken. Een spel van tegengestelde bedoelingen moet kunnen worden ervaren. Oftewel, niet stilstaan. Ziet het? Nee, het moet een spelvorm zijn. Het moet leuk worden, ik moet beleven. Wat wil ik? Ik wil winnen. Samen, ik heb tegengestelde bedoeling. Jij wil mij verdedigen en ik wil scoren. Nou, krijg maar een spelletje. Het moet gaan leven. Vanuit die spelbeleving ontstaat het beter willen leren van technische en tactische vaardigheden. Staat nu los, het is beter willen handelen. Als geheel. En het kan best zijn dat de speler, als hij de oplossing zoekt in andere techniek, kan ook zijn dat hij anders gaat lopen. Of andere dingen gaat doen, harder lopen, dat soort dingen. Maar dan de speler zelf, komt hij wel achter. Totaal. Je begint met een spelvorm. Het spelprobleem wordt daarin ervaren. Dat kun je een beetje aan sturen hoor, tegen vragen. Om wat ervaar je nou? En heb je nou niet de last van jochie schiet vanaf hier? Heb je nou niet een beetje comfort gebroken? Ja. Mag jij dat oplossen dan? En wegloopt. Laten we aanrekenen. Deel. Oefenvorm. Dus het gaat van een eindvorm naar een vereenvoudigde oefenvorm. Wanneer je dat aanbiedt. Vaak zijn dat de globale dingetjes op. Dat is een training in een aanval, verdedigen, pasen. Alleen dat wordt in een spelvorm weer aangeboden. Niet in een droge vorm. En daarna ga je toepassen in dezelfde vorm waarmee je begonnen bent. Je moet weten wat er gebeurt. Dat niveau gaat pakken. De manier waarop je het aanbiedt, komen we dan straks erop welke aanwijzingen geven. Actief leren waarnemen en benoemen van het probleem is eigenlijk waar het om gaat. Dat je leert, hè, die jongens die dat niet kan schieten, die weten het. En hoe gaan we hem dan sturen, zodat hij uiteindelijk wel gaat schieten? Hoe ga je dat doen dan? Gaan we hem dan neerzetten, je moet je handen zo, je moet tussen, je moet... Ik geloof daar niet in. Want wat leren we dan? Dan leren we namelijk hoe hij zijn handen moet doen, hoe hij zijn elleboog moet doen, hoe hij moet gaan schieten. Weet je, ga je heel vaak schieten. En wat werkt nou? Wat werkt nou wel, wat meer werkt nou niet? Onderdeel daarvan is het nieuws. Wat ontstaat daarmee? Survival of the fittest. Wordt nogal vaak eerder uitgelegd. Dat is namelijk degene die grote sterkste is. Nee, survival of the fittest is fittest slaat op het meest aangepast. Ik pas me aan de situatie die mij gegeven is. Mijn verdediger, ik vind het lastiger om mijn acties over rechts te weg te maken. Ga ik over links, maar rechts kom ik niet heel moeilijk weg. Dan ga je dat heel veel doen. Je moet je aanpassen aan de situatie die jou gegeven wordt. Constant. Zijn er heel veel spelers, bijvoorbeeld slechte spits, die kan dus een uitwijkbal, een echte uitwijkbal, voor zover dat bestaat, maar de uitwijkbal naar links, zit niet in het systeem. En dan zijn de trainers die zeggen, maar jij moet ook op links kunnen. De vraag is, maar waarom dan? Zeg je, Michiel Gerts schoot altijd in zijn been. Maar waarom moet hij dan ook weg kunnen schieten? Er is nog geen deel geweest die hem van de linkerkantje heeft af kunnen halen. Mooi voorbeeld. Was hij aangepast? Was het nodig om zich aan te passen? Nee. Zag hij dus ook de noodzaak? Dus zal hij ook op rechts in een noodsituatie, zal hij dat niet snel leren. Op het moment dat mensen, spelers, een noodsituatie herkennen van nu moet ik wel die kant op, dan pas hij gaat leren. Want dat doe je als trainer, breng jij in die situatie en dan wijs je op. Maar je gaat niet de oplossing aandragen. Heeft namelijk niet zoveel zin.
survival of cities, Porsche aan de situatie. En leer dus ook waarnemen, waar gaat het nou eigenlijk om? Mijn verdediger gaat mij op verdedigen. Want wat doet hij dan eigenlijk echt? Dat is een proces wat je als trainer stuurt. Wat gebeurt er nou echt? Zie jij nou waarom je die bal vanaf voor naar achter niet kan passen? Hoe kan dat nou echt? Dat is de kern van jou als trainer. Niet om te zeggen, dat komt omdat jij niet van de trainer zo wordt. Nee, dat moet je zelf doen. Zelf stuurt hij aan zijn eigen beweging. En misschien zegt hij wel, tactisch. Zet hij nou van weten naar die paas en van die op. Kom. Wat zijn die voorwaarden? Nu komen we op de behapbare stukjes. Want we hebben de voorwaarden. Je hebt het ook gezegd, je moet wel motorisch gaan. Visueel, je moet zien wat de situatie nou eigenlijk echt is. Stuur daarop. Cognitief, daarna is het ook wel handig dat ze zelf oplossingen aandragen voor het oplossen van het probleem. Zelf. En dan kun je sturen hoor. Kun je heel goed sturen. Maar niet zeggen wat ze moeten doen. Vragen wat ze bedacht hebben. En vandaar het motorisch. Kunnen ze dan uiteindelijk ook die basis gaan geven? Het is één geheel. Je kunt het niet los van elkaar zien. Want de actie vanaf hier naar daar basis, de bal naar achter de basis, daar zit eerst een visueel stukje. Daar zit dan ook nog een cognitieve dat je denkt van oké, nu moet ik een basis, want die gaat dat en dat doen. Bam, ik ga een basis. En dan ook dan pas komt het moment van dat ga ik ook echt uitvoeren. En wij sturen eigenlijk alleen maar hierop. Terwijl het één geheel is. Er zijn drie blokjes in één. Het is echt één geheel. En vaak hè, dan hebben we senioren van hem. Met jeugd is het veel hier. Terwijl hier het meeste winst staan. En bij senioren zit hier vaak het probleem. Hoe vaak wordt een bal stadion dan niet uitgegooid? En dan sta je aan het trainen van, hoe kan dat? Zie je dat dan niet? Nee, ze zien het niet. Ze hebben niet gezien dat daar in één keer iemand binnenkwam zijn die in één keer de bal van ons schept. Ze zien het niet. En hoe kun je dat dan leren? Wel te zien. Hier zit het grootste ontwikkelpunt voor onze trainers. Hoe kun je ze eigenlijk leren kijken? Waarnemen. Het grote verschil met dit hier proberen te sturen, want de winst hier is zelf zeker bij volwassenen heel weinig. Motorisch leren oude stijl. Belangrijk. Onbewust bepaald. Ik kan je zien. Deze kennen hoor. Dit is oude stijl. Je bent de eerste. Je kan het zien, en je weet ook niet dat je niet kan. Dan zegt de trainer tegen je, jij kan het niet. En ik kan. Ja, ik toch, ja, dat kan ik niet. Ik ben bewust onbekwaam. Daarna gaat de trainer tegen mij zeggen, je moet het zo doen. We zijn al in één keer, nee, je kan het wel, als ik hier van hier schiet, dan lukt het me ineens wel. En dat doen we net zo lang, gaan we net zo lang trainen, totdat ik er hier niet meer over na te denken. En ik ben onbewust bepaald, joehoe. En die trainer staat op het gebod, heb ik gedaan. Dit is de traditionele stijl. Het is misschien wel hoe we allemaal trainen geven. De vraag die ik stel, is dit wel dezelfde manier? Is dit wel de beste manier om motorisch te leren? Duur lang. Het duurt heel lang. Hoe vaak zeggen we wel niet tegen die mensen? Stel ik nog wat jongeren, ik doe dat nou die lijn, dan zeuren we zo. En dan denk ik ook, ja nee, anders maar. Zelf om iets te bedenken waarin je dat de school van tegenkomt. Dan moet je weg. Nu bestel, vraag tegen. Doe zoals je stel wil. Ik zeg absoluut geen voorschrift. Ik wil je alleen maar laten nadenken over jouw eigen leerproces. Nu bestel. De vraag is, zijn we bezig met leren of zijn we bezig met prestaties verbeteren of trainen? Ben ik nou echt iets aan het leren of ben ik mijn prestaties aan het verbeteren? Er zit een groot verschil. En het verschil zit er niet in de training, de training. Het verschil zit erin, hier. Maar hier is de volgende training. Hoe ver zak ik af? Daar zit het verschil. En leren zul je zien dat in één training heel snel lopen. Bij de volgende training beginnen zijn ze eigenlijk heel veel dingen alweer vergeten en blijft het niet echt hangen. Het heeft met de onderste drie dingen te maken. Hoe gaan we het dan leren? Hoe ben ik bezig met prestaties te verbeteren of ben ik bezig met leren? Mijn idee, op het moment dat ik aan het leren ben,
zelf de oplossing aan het doen, ben je zelf aan het oefenen en ben ik alleen maar procesbegeleid als coach. Dus in het begin zul je zien dat dus de lijn minder snel stijgt, maar uiteindelijk is het geval heel pijnlijk gebeurd. En voornamelijk met de eerste en derde maar. Zijn we een interne focus of een externe focus? Traditioneel zijn we bezig met de bal als mis. Dus ik zou wel wat verkeerd gedaan hebben. Iemand die deze twee termen iets zegt, gaan kort doen. Knowledge of performance. Ah, goed, 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 goed. Goed zo. Knowledge of performance, knowledge of result. Zo, hier, coach. Ik schiet, val het mis, komt met je vinger verkeerd. Mooi, je hebt je elleboog verkeerd. Dan coach je hierop. En hierop gericht. Dat is gek. Terwijl, wanneer wij goed lekker bezig zijn, dan denken we niet even aan performance. Ik denk alleen maar aan het resultaat, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Op het moment dat ik slecht speel, echt slecht, dan val ik natuurlijk wat ik geleerd heb. En dan denk ik alleen nog maar, shit, maar volgende schot moet ik iets meer dit doen. Of het is allemaal weer anders uit. Ik moet mijn knieën eroverheen zitten of ik moet dichterbij staan. Het gaat dus volledig mis. Het verschil tussen het succes, de flow, performance, we zijn alleen nog maar, een result, we zijn alleen nog maar daar bezig. Wat mis, moet ik net volgen. Bam, weer, de rest. We zijn alleen maar daar dus. We denken helemaal niet meer hierover na. Gevoel, zullen we de meeste natuurlijk wel ver. Alles lukt. En nou, dat lukt het niet, dan valt het druk op hetgeen wat is geleerd. En dan gaan we naar performance. Gek. Terwijl je, op het moment dat je ook altijd leert, trainen of result, dan zul je zien dat het uiteindelijk het verschil tussen heel goed zijn en heel slecht zijn, zult met veel meer de kleine, veel minder groot dat is gegaan. Ja? Externe focus. Heb ik niet bedacht. Heb ik niet bedacht. Je kunt op mijn site weer kijken. PTB, als je in de, in de stof zit, is het wetenschappelijk, blijkt eigenlijk dat externe focus, dus daar, enorme motorische voordelen heeft. Betere balans. Enorme voordelen, externe focus. In alles wat je doet. In passen, in springen, in rebounden, in aangeven, schieten. Externe focus. Je hebt een betere balans. Vraag je hoe het kan. Dit is een wetenschappelijke studie. Jongens, neem het maar van. Je kunt beter mikken. En dan heb ik dat naast op gaan met schieten. Je moet goed kunnen mikken. Je kunt hoger springen. Minder motorische ruis. Mensen die veel met hun techniek bezig zijn, zul je misschien herkennen van je spelen, kunnen op dat moment veel minder scherp zien. Waarom? Vanaf hersenen naar spieren en terug duurt te lang. Dit werkt niet helemaal goed aan. Er zit te veel motorische ruis in de lijn van je hersenen naar je spieren en terug. Het zit eruit. En dan wil je juist dat het vrij is. Externe focus en enorm verschil. Ander ding is het zo, komen we straks op met nieuwe schieten, is het zo dat op het moment dat ik extern gefocust ben, automatisch mijn motorische uitvoering gaan aanpassen. Absoluut. Of niks meer te doen, krijg je allemaal gaten erbij. Wat lekker. En één keer gaat die speler meer in balans staan, want die zal namelijk merken dat op het moment dat hij gaat schieten en elke keer die bal gaat ernaast, gaat hij automatisch zijn balans aanpassen. Hij gaat echt beter mikken, maar hij is meer gefocust daarop. Hij gaat ook springen in de motorische ruis. Vraag. Mikken. Ja. Scherp, ik kan daarna. Heel goed. Intuïtief leren, heel lastig. Is heel lastig. Omdat namelijk, ook ik, probeer me altijd toch nog meer met het proces weer te bemoeien. En dit is echt heel lastig. Om jezelf eigenlijk helemaal buiten te houden, in feite een spelsituatie aan te bieden en helemaal weg te gaan. Helemaal weg. In feite moet je er vertrouwen in hebben dat ze in je speler, dat ze zien, dit heel snel kunnen oppakken. En dat de minder spelers, ja, die zullen ook wel stijgen, maar minder snel.
So if I wanted to think that out of the best spelers should be snel stijgen, de minder snelle spelers zullen ook stijgen, maar het eindpunt is minder snel. Impliceren. Wat is impliceren? Eigenlijk op het moment dat ik tegen Michel zeg, hoe komt het dat je eigenlijk technisch zo goed schiet? Techniek, marine, kan zo gaan. Prachtig voorbeeld. Stille kennis. Hij weet het eigenlijk niet. Als ik tegen Susanne Struijs zeg, hoe kan het eigenlijk dat jij zo goed altijd die tegenstander op de verkeerde been doet? Marine? Gaat zo. Gaat zo? Ja, ik weet het niet. Geen idee. Ik weet het antwoord. Dus doorvragen. Dan heb jij alleen maar tikketjes gespeeld. Rennen. De basis alles. Dat is alles. En je ziet het constant terug. Ze speelt nu, jammer genoeg niet meer. Waar ik echt van. Maar je ziet het, die van mij speelt constant tikketjes. Ze komt er weg. Is er, waarom doet dat geen idee? Alles heel gaaf. Stille kennis. En dan zou je zeggen dat schutters geboren worden. Nee hoor. Nee, maar gewoon heel veel gedaan. Goeie. Heel veel gedaan. Gebruik het dan zeggen hoe het moet. Niet zeggen van, je moet zo gaan schieten. Nee, beeldspraak. Bij basketbal is dan bijvoorbeeld van, schieten zo, moet de pols gaan gebruiken. En het gebruik maakt het zwaar. Maar dat is wel aan. Lastig, vind ik dat. Kan ik heel moeilijk mee. Externe focus zal intensief leren bevorderen. Dus wanneer ze meer daar bezig zijn, zijn ze hier veel minder bewust van wat doen we eigenlijk. Dus dat gaan bevorderen. Tevens is differentieel leren ook een enorme bevordering voor intensief leren. Maar wat is differentieel leren? Variabele leren, variabele oefenen eigenlijk. Volgende. Elke keer wat anders. De vraag is, moeten wij nou één gaan sluiten of moeten we dat niet doen? Wij zijn, even ook vandaag op weer op, vandaag de Jan Echter zegt van oké, ik moet een linkerbeentje dit en dit, dit doen en nou gaan we 300 keer achter elkaar komen. Zo zijn wij ook weer bezig. Hoe vaak gaan we die schieten, doorlopen, en linkerbeentje, dat is allemaal hetzelfde. Zo op het moment dat zeker bij jeugd echt iets wil leren, maak ik 4 blokken. Doe ze 2 minuten, boem, doordraaien. En niet 1 rondje maken, 5 rondjes maken. Door. Daar ga je schieten, daar ga je dat doen, daar ga je dit doen, daar ga je zo doen. Waardoor ze eigenlijk elke keer op een nieuwe situatie staan, en dan staan ze daar en denken ze, hoe zou dat weer? Dat leren. Dat is het punt dat ze voor zichzelf de situatie herkennen, van wat moet ik hier, wat was mijn oplossing, en die ga ik nu uitvoeren. Dat is leren. Terwijl wij onze trainingen inrichten op van we gaan nu 5 minuten lang doorbouw maken, iedereen. Daarna gaat iedereen 5 minuten schieten. Je leercurve is net als bij verstaansverbetering. Maar je zag daarna zo snel, wat blijkt namelijk dat je elke keer opnieuw opstaat van de beweging, enorm simpel is. Dat je daardoor veel sneller de boel leert. Oftewel actieplan, hypothese, je staat op die duikplan. En dan, hoe ga ik nou die zand springen? Ja. Dat leer. Opnieuw opstarten van een beweging, van een handeling, is trainend wat het leerproces echt beïnvloedt. Waarom? Je bent namelijk elke keer opnieuw aan het begin en je alle ruis haal je weg. En je bent van, wat is nou de meest belangrijke informatie voor mij als voorbeeld? En dat kan heel anders zijn dan voor jou. Heel anders. Wat is mijn meest relevante informatie? Van daaruit, op het moment dat ik hiermee bezig ben, ben je constant eigenlijk intensief aan het leren. Wat werkt voor mij? Wat is hetgeen wat ik kan doen? Variabele oefening. En vanuit die 3 dingen kom ik op het nieuw schiet. Dus gewoon, het is gewoon kennis. Het is gewoon weten. Wat werkt? En dat is het enige ook niet bedacht, die 3 dingen. Dus gewoon hetgeen wat te weten is. Van, dit zijn de feiten. En nu? Hoe gaan we het praktisch toepassen? En in één keer begon bij mij dat schieten, want ik wilde een externe focus. Ik wil daar gericht zijn. En ik wilde intuïtief leren. Oftewel, zij moeten gewoon met iets echt aan het mikken zijn. Waardoor ze automatisch binnen alle stelvormen die wij allemaal kennen, spreken wij met iets van elke keer daar focussen, waardoor ze dus intuïtief aan leren. Ze doen eigenlijk iets, ze zijn zichzelf aan het verbeteren, zonder dat ze zelf aan het doorhebben in balans, in mikken, etc.
En dan ook nog variabels, net zoals aan het brengen. Hoe ga ik dat dan doen? Schieten met externe focus. Ik heb aangegeven, de balbaan, afstand en richting is eigenlijk het enige waar je, jij als schutter mee bezig moet houden. Vanuit het resultaat. Ja? Dus, wat doen we? Ik leer mijn spelers, joh, je hebt nu 10 keer geschoten. Vertel maar, hoe gingen die 10 schoten? Geen idee. Ja, maar ze weten het niet. Tot aan komen ik kan doen. Weet eigenlijk helemaal niet. Wij zitten alleen in één gebied, of een aangekomen is. En dan kunnen wij, omdat het ook vanuit de jeugd niet tegen de voorkant kunnen wij niet. Ik weet niet op het moment dat ik voorkant heb geschoten, dat weet ik nog. Want dat is onegepend. Dat is gek, dat met al die andere schoten, we dan eigenlijk vergeten. Terwijl het met schieten is, als eigenlijk maar alleen drie, dat dit kort is, en dat ik maar één lijn probeer te maken, daar ga ik overheen schieten. Dus op het moment dat ik ga schieten met mijn groepie, moeten ze wisselen op het moment dat het een slechte misser is. En een slechte misser is buiten deze lijn van kort. En hoe pak je dat bij jeugd vast? Heel simpel. Als we binnen zijn, we hebben allemaal die sporthalen met lijnen. We hebben een voetbalveld, maar we hebben ook een dertigdelsveld. Een dertigdelsveld, dat is een dubbel vak, buitenvak, is net te breed van de kort. Is net te breed. Dus wat gaan we doen? Zet ik die twee lijntjes tegenover elkaar. En dan zeg ik, joh, gooi nou eens in tussen die twee cirkels naar de zuidenaar naar de oosten. Dat lukt wel. Wow, superman. Superman. En dan doe ik dat naar de boven. Maar dan gaan we stuiten in die tussen die lijn, tussen die twee cirkels. Dat is wel super makkelijk. Dan ga je precies zo nog hoger, hoger, hoger. Zet je een kort neer, klein kortje, zet je kortje neer en dan zit je over de tussen die twee lijnen op die kort. Alles goed. Alles goed. Niks te doen. Zijn de balbaan, de afstand, harde stap te schieten. Ik bedoel, ze gaan echt niet de 10 keer achter elkaar kort schieten hoor. Ze willen ook scoren. Het enige wat je daarin, met deze hele simpele vorm, vreemd, is dat de richting van het schieten, ja, dat zijn gaat trainen. Onbewust, weet je dat nog niet. Links of rechts van de korf kan iedereen. Hoef je geen goede korfbal voor te gaan. Ik heb het niet over scoren, ik heb het over tussen die twee lijnen doorschieten vanaf de bal naar de korf. Dus te hard en te zacht trainen. Links en rechts van de korf, als je dan blijft. Waarom? Iedereen kan dat. Of je nou goed bent of niet goed bent, iedereen kan dus die twee lijnen doorschieten. Het heeft met balans te maken en met heel veel dingen te maken, maar dat doen ze zelf wel. Dat hoef je niet eens te zeggen. Als je hier op koos, staat hij op de rand aan de buitenkant. Nou, wat gaan ze doen dan? Dan gaan ze een plan. Staat hij binnen dit hele baan, wat is het? Hoe breed is het? Iemand? Geen idee. Zo breed staat dat hij er binnen geen grens maakt. Mits is niet erg, zolang je maar je richting goed hebt. Moet jij weten wat er gebeurt. Balbaan, bijvoorbeeld in basketbal doen ze veel. We hebben een hoge bal, balbaan hebben, en dan zetten we dingetjes op die basket, zodat je in ieder geval altijd een goede balbaan hebt. Geloof ik niet. Ze willen het gehoord. Die twee dingen kunnen ze heel goed zelf. Er hoeft niks aan te doen. Voorbeeldje van intuïtief leren van het richting van het schieten. Vanuit knowledge of result. Ze schiet echt niet 5 achter elkaar kort op. Ze schiet ook niet links of rechts van de kort. Als je dit op die manier zit kijken en dan schieten, dan wordt het heel makkelijk. Er zijn heel veel andere spelvormen. Ga ik niet vertellen. Ik vind dat je dat zelf weet. Ik wil nog maar eentje doen. Het rebound, het uitdokken. Dat is ook wel een grootste. Het uitdokken van de positie van de meest ideale situatie waar je aanhoudt en meest de bal van. Daar gaat het eigenlijk om. En zo waren wij vorige week met Nederlands team in Portugal. Daar stond een grote neger, daar word je bang van. Groot sterk. Zo weet je. Dat ik dacht, wow, als je die een beetje aan het probeer krijgt, dan moet je dat. Ze spelen daar heel erg in de posities, in de structuur, want hij is die baan hij daar geeft. Ik ga zeker niet zeggen dat ze dat ruim moeten halen, dat is zelf. Maar die jongen, die kon dus absoluut niet rebound. Ongelooflijk. Nou kan ik tegen hem zeggen. Hij staat en zo, hij komt erin draaien en dan kijkt hij naar de bal en uitblokken en dan et cetera.
Nee, ze zijn maar een pontje. Bal op de grond gelegd. Tegenstander. Gewoon een hij. De bal aanraakt. En 530 euro. Doe maar. Ja. Gevecht. Oorlog. En automatisch snapt hij dat hij niet zo graag dat de boel tegenhoudt, dat hij zelf sterk is wanneer hij zijn kont indraait en hem zo eruit houdt. Dat doen ze automatisch. Ik heb er niks over gezegd. Simpele spelvorm. De jongen kwam absoluut niet aan de bal. Met dat vormpje daarna, dan ziet hij er nou maar doen met het automatisch voor drie handen. Super simpele vorm. Heel makkelijk toegepast. Maar even nadenken. En je hoeft absoluut niks te vertellen. Je maakt gewoon een spelvormpje. Waarin hetgene wat je hem wil leren, dat hij dat automatisch doet. Ik zal het nog één doen. Komen we naar de AV. Gaan we een tikketje spelen met een blok. Als je hem aan de andere kant van de blok hebt gezet, dus deze kant van die krijgen, heb je gewonnen. Want dat is het eigenlijk. Kansen creëren uit voordelen is gewoon een tikketje spelen. Ik zet jou voor het blok en dan staan we in. Nou, pak hem maar. Gaan we doen. En je staat 3 meter achteruit en zegt paard van de zijkant, niet maar 100 meter de zijkant, 1 staat 50. Niks te zeggen hoor, zo'n tikketje. 1 tikketje, 2 is een vorm van 2 seconden vrij in de bal krijgen en schieten. En 3 is vanuit spelpuntje. Daarna zal dus Alla Suzanne Struijf, die dit automatisch doet, zal het al meisje gaan en denken, hoe kan het nou dat jij dat allemaal ziet? Nou, zie je dat eigenlijk niet. Ik doe het gewoon. Ik doe het vanzelf. Intensief leren. Externe focus. Kijken wat er gebeurt. Het heeft niks met kwaliteit eigenlijk te maken. Want het kan iedereen. Alleen je moet weten waar je zo triggert. Alles heeft met elkaar te maken. Cognitief weten wat je doet. Wat je zien. En kijk wat er gebeurt naar kerst. Cognitief zal niet iedereen hetzelfde niveau halen. Alleen het motorisch leerproces zal veel sneller gaan om mensen op deze manier aan. Bedoel je dat bij blunden? Daar ga ik niet op in. Zeg, maar ik heb met iemand die goalball speelt met blunden. Ja. Die kunnen dus dingen niet zien. Ja. Dus die moeten dus ook dan iets gaan oppikken. Ik zou zeggen, succes. Weet niet, geen. Ga ik op tellen, ik kan niet hier blijven. Twee meer voorbeelden. Uiteindelijk is dit waar het om gaat. Hij is rond, hè? Dan moet ik even zien. Die heeft te maken met de boven en het kopje. Dit komt niet aan het houden. Tot zover. We hebben het gehad over een stukje visie op hoe graag wil ik, hoe wil ik graag spelen. Twee is hoe gaan we het trainbaar maken. Klein stukje van het impliciet leren, het externe focus, welk voordeel dat heeft. Mijn doel is om je te triggeren. Om op een andere manier naar voetbal te gaan kijken. En voor mij heeft zeker het laatste gedeelte wel een beetje ogen geopend. Er was uiteindelijk niemand meer die meer vertrouwen had in techniek en dat soort dingen. En dat was dingen die ons opgeleid. Op een gegeven moment viel bij mij een kwartje en dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk wat echt een vraag. Zo wordt het eigenlijk allemaal heel simpel. Vanuit de basis komen we naar groot. Alleen vanuit trainen, vanuit coachen, altijd beginnen met groot. En van daaruit terug naar klein. En wij zijn er altijd op gericht van, we pakken vanuit het eindspel van, gaat dat niet goed? En dan gaan we gelijk naar de kleine vorm. Dat er nog heel veel stappen tussen zitten. Op het moment dat jij vanaf stap 1 naar 1 en eentje terug gaat, of vanaf 4 en eentje terug gaat naar 1, denk ik, mijn ervaring is dat het veel simpeler is om één klein speelvormpje ertussen te gooien, waarbij het allemaal in één keer wat makkelijker is. Dank voor de komst. Dit verhaal is veel, hè? Gaat op de site komen. Ik heb het lang gedacht van, ik houd het voor mezelf. Alleen, ik word moe van al die saaie koolwegstijden. Dus kijk, van mij mag het wel. Dankjewel. Verder vraag. Ja, we hadden natuurlijk over die posities, dat iedereen meerdere posities moet kunnen vervullen.
Dat is ook wat het iets makkelijker te bereiken denk ik dan bij voetbal, toch? Want je hebt dus dat in principe bij elke sport van toepassing is. En dan zie je bij voetbal op een training wel hoe je dat heel makkelijk kan variëren. Uh-huh. Hoe zou je dat in de wedstrijd doen? Okay. Nou ja, als je toch zegt van iedereen moet verschillende posities kunnen invullen. Uh-huh. Bij voetbal lijkt het nog minder handig, minder makkelijk mogelijk om door te bereiken. Ja, ja, een mooi voorbeeld is eigenlijk de laatste jaren in het voetbal die rondkomen in de West. Mm-hmm. Die in één keer meerwaarde waren door één, omdat ze ook mee opkwamen en een overtal situatie voor hunzelf. En twee, omdat ze gewoon ook aan de verdediger ook mee kloppen die niet alleen maar geen aanval, maar ook nog mee moest gaan verdedigen. Dus dat zie je in het voetbal. En in het voetbal, kijk, ik begrijp ook wel wanneer je een goede rebounder hebt, dat die veel in de rebound gaat staan. Mm-hmm. En dat een AG-dame minder schiet dan de beste schut dan een Michiel Gerrit type. Dat begrijp ik ook wel. Alleen, ik denk ten eerste dat je als team veel gevaarlijker bent wanneer je een all-round spel speelt, zodat je dus de hoofdschutter 5 schoten of 7 schoten inlevert, minder pakt, maar degene de andere 3 daarin veel meer mee. Je zult namelijk zien dat ook het ondergewaardeerde dametje wat vaak bijstaat, want de achterkant staat dus van die bos te maken. Maar je moet ook een beetje vrouwen. En ik geloof daarvan in. En zeker van de praktijk uit elkaar doen. Dat kan een heel succesvol vormen. Maar ook Michiel Gerritje doet dat hoor. Ik heb hem afgelopen zaterdag zien spelen. Ja, met 2 knieën steunbanden om. Maar hij loopt constant loopt die andere beter te laten spelen. Ja, en daardoor zie je dus dat het ook een heel andere korfballer kan zijn. Zeker, mooi voorbeeld is om daar eerst, want ik denk dat hij ook in de tijd dat hij nog bij Nick niet de knieband had, vind ik dat hij nog wel de knieband had. Ja, dat is mooi. Dat hij heel veel als vak veel gevaarlijker was geweest wanneer hij die voor Wiebring veel meer aan het laten schieten. En nu dat er dan 2 kruisbanden minder tijd was, dat hij dan tot goed spel zou komen. Mooi voorbeeld, Tim Bakker vindt het heel erg moeilijk. Al was het niet meer. Nee, Tim Bakker is natuurlijk alleen maar gericht zo. En het is een helse wijze om die jongen zo te laten spelen. Heel moeilijk, heel moeilijk. Alleen hij merkt nu ook wel dat hij als vak dat er niet meer 1 of 5 van de aanval schiet scoren, maar dat hij 1 of 3 en als goed is 1 of 2 van. Als vak, ja. Hij scoort niet 8, maar hij scoort 4. En die andere scoort ook 3. Dan wordt het ineens interessant. Daar moet je zeker die spitsjes goed aan moeten. Ja, in fase 1 van de 3 fases, de positie in punten liggen vast. Ja. Alleen ga je wel 1 en 2 wel een diepkool lopen. En je hebt daarop laten zien dat 1 door in de zijkant en 2 ook voor in kwam. Ja. Dan ben je alsnog weer van positie toch? Zeker. Alleen de intentie tussen die 2 en die andere van 1 positie van 2 wordt ook nog uitgebreid met tot de minder van voren dan achter. En dat doet in principe spelen 1 niet. Van de voorkant ben je veel minder naar de achterkant bezig. En hetgeen op het moment dat je de zijkant van de korf verschilt, heb je dan ook nog erbij dat je die paard naar achteren geeft. Maar dat is eigenlijk een uitbreiding van positie 1. Maar dus positie 1 om alleen maar 5 spelen om te kunnen scoren. Maar wanneer 1 van voor niet loopt naar de zijkant en achterin blijft staan, dan blijft er 1 tot 2 eigenlijk. Ja, bedoel ik ook, ja, zeker. Ja, dus 1 en 2 is dezelfde positie dan? Ja, zeker. Ja. Ja. Klopt. 1 en 2 zijn dat zei ik ook, zeg maar het zijn voor een groot deel van doen niet zo. Diep met z'n 2 zijn echt hoofdaanvallers. En de rebound en geen achterkort die werken dan ook samen met het kort. Ja. Hoe kijk jij tegen dit verhaal aanhorend aan van de invulling van de portability training? En op wat voor niveau zou jij nou kunnen zeggen? Is correct stability training wel zinvol of is helemaal niet zinvol? Het is absoluut zinvol wanneer je daar vaker dan 2 keer in de week. Vaker als 2 keer in de week trainen. Ik zou mijn momentje de standaard 2 keer in de week trainen een wedstrijdje, zou ik er absoluut geen tijd aan besteden. Dus we zeggen daar ook als je voor die 2 keer in de week traint, is correct stability niet zinvol. Het is hetzelfde. Ook niet als extra training, als derde training of als het extra bovenop, dan is het ander verhaal. Dan wel. Ja. Absoluut. Want het heeft, kijk, op het moment dat ik gekorven had, gebruik ik ook korstenpunten. Je moet dus weten hoeveel korstenpunten die ik nodig heb om één keer te schieten. Het gaat nog niet zo heel gebeurd, maar het is in feite een stukje eruit pakken, trainen en dan weer terugstoppen. Ik geloof erin
dat meneer Telden kwam naar Korbal bij wijze van spreken met een gewichtsversje aan, dat je nog veel groter effect wil krijgt dan wanneer je op zo'n bal gaat liggen rollen. Absoluut. Dus altijd, hoe meer je hem naar een sportspecifieke vorm kan brengen, hoe beter. Ik geloof absoluut in krachttraining, alleen wel echt sportspecifiek. Maar ga je naar vaker, dan kun je hem worden. Omdat, destijds kwamen ze vanuit Amerika en kwam er ineens iemand die zei, stretch, dat is het. En iedereen stond zo goed. Terwijl nu, eigenlijk kwam iedereen denken, ja, ook de wetenschap is er afgehaald en er zijn best veel studies die voorzetten als deze. En er zijn eigenlijk is niet één weg. Het is wel een toevoeging. Alleen ik zou zeker wanneer twee keer in de week trainen in een wedstrijd. Zou ik lekker met dit, want dit is geen tijd genoeg. Ja. Dus eigenlijk je hele praatje en daadje, dat valt helemaal weg eigenlijk dan. Dit daadje? Dit daadje praatje? Praatje, ja. Dat valt helemaal weg. Geen bezwaar. Het daadje, je moet het doen. En van doen kunnen we het ook, hè. Maar dat is het sturen van het, wat ben jij? En wat ben jij het probleem? Wat zie je het probleem? Zie je hetzelfde als wat ik doe? Zie? Het plaatje is toch de wedstrijd. Absoluut. Dus, de jeugd kijkt bij de senioren en die zien dat dingen gebeuren. Die zeggen dat ga ik ook proberen. Mooi voorbeeld ook in dit verhaal. Kan ik het niet ondernemen. Dus, over hype gesproken. Een paar jaar geleden was daar in één keer Raymond van Barneveld. Raymond van Barneveld kwam op tv en de shit. Merkte alles aan de goede tv. En vond het geweldig. Het leek site en uiteindelijk. Hij stond daar te zacht en wij keken maar zo moeilijk. Wat doen we? Geweldig, we komen allemaal een dakbord, hang hem op thuis. Wel een plaat erachter, maar dan heb je gaatjes tussen. Niemand van ons heeft ooit één dag training gehad. Niemand. Het enige wat we regelden, we zagen de barveld en we dachten. En we zagen een. En wat doe je? Je gaat darten. En waar mik je op? Je mikt op die triple 20, hè? Daar mik je op. Je bent externe focus. Je bent echt niet hier bezig, dames. Maar vanuit, dat lukt of dat lukt niet. En op het moment dat hij maar nee, gewoon gek. En dan ga je het aanpassen. En ook ik hoor, ik ging iets meer dit doen, of ik ging iets meer draaien, of ik ging iets meer zo. Je maakt hem van groot. Maar niemand die ooit tegen jou zegt, dat zou moeten. Jij keek en je dacht, nou, dit werkt en dit werkt niet voor mij. Prachtig voorbeeld. Maar op een gegeven moment, met heel veel oefening, heb jij een manier dat je denkt, dit werkt. Alleen ja, dat is dan super simpel, want je hebt heel weinig externe en geen afleiding. Dat is geen actie-reactie. Dus, maar als puur motorische handeling, is het eigenlijk alles op wat. Hoe leer je zelf dat? Door het kijken naar wat lukt en wat niet lukt, dat is wel nodig aan te passen. Heb je jezelf ook leren volgen, denk je? Absoluut. Ik kijk elke dag op. Nee, zeker. En op een gegeven moment kom ik niet uit. En ging ik naar je broer toe en zei, ik zie er niet uit. Ik zie die ballen, elke keer rechtsaf gaan. En ik probeer alles, maar ik krijg het niet voor elkaar. Het lijkt er niet op niet, hè? Nee. Het lijkt er niet heel veel. Nee. Ook een mooi voorbeeld. Prachtig voorbeeld. Ik kijk naar het resultaat. En van daaruit denk ik, ik moet het aanpassen. Ik ga het doen. Vanzelf, ik heb daar heel veel voor. Alleen dat proces. Moet je stimuleren naar kinderen, zeker bij kinderen, van joh, wat zie je nou eigenlijk? Wat heb je nou geleerd? Hoe ga je dat nou aanpakken? Want en zie je wel dat elke bal zo gaat, wat wil je nou eigenlijk? Dus dat, ja, heel veel vragen stellen en constant pushen het probleem te zien en van daaruit ook zelf oplossingen te gaan verzinnen. En dat leren. Dat is motorisch leren, vanuit cognitief, vanuit visueel en motorisch. Maar dat is ook prachtig, want ik weet dat het heel groot was. De persoon die dat meeste goals maakt in de league. En die staat elke dag op zijn korf te bingen. Ja, en dat doet hij al 20 jaar. En daarom ziet hij ook zo goed. Absoluut. Alleen hij is constant zich wel bewust van het feit waarom hij dat doet. Ja. En dat is prachtig. Ja. En ook 's morgens om 8 uur staat hij wel in de helft. En hij staat elke dag en doet dat voor hem. Ja. Dat is prachtig. Ja, dat is middel goed ook. Dat is de sleutel van de hal. Ja. We moeten ook Jos uit de hulp nodig. Want als hij naar een rechterbeentje moet. Dan wordt het een stuk lastiger. En dan zeg je, waarom moet je dan op links kunnen schieten? Nou, daar is hij inmiddels achter. Maar dan wordt ouder en wat trager. En dan moet je toch wat anders. Dat is een beter voorbeeld. En dus heb ik nooit nodig gehad.
En nu wel, dit moet ik maar zelf. Maar als je dingen zelf kunt ontdekken, dan kun je wel een jaar bezig zijn. Bijvoorbeeld, en als je een hint krijgt. Maar je mag wel helpen. Dan gaat het waarschijnlijk een stuk sneller. Ik zou het zeker, het is niet dat het is, dat me wel een lof aan. Alleen, het zit er wel in hints. Een beetje sturen, vraag, vragen waar ze sturen. Maar zeggen, wat we waren, dat is ook simpel gezegd. Iemand die, de buurman, dat was ooit gekomen. En die zegt, ik wil een keer op de korsies. Geef me een bal. En dan zeg je, dan geef me nu een bal. En zegt, maar kijk, waarom? En daarom op. Dat zeggen we niet. We zeggen, je moet hem zo vaststellen. Zo, vingers aan elkaar. Zo, goed. En we lopen naar beneden. En dan door de knieën. En uitstrekken. Dat is gek. Maar wel, in feite moeten we het doen. Maar ja, beter moeten ze dat dan zelf leren ontdekken. Ja. Nou, dan kun je dus een half jaar verder gaan. Dat is dus de theorie, maar je ziet niet dat het niet een half jaar duurt, maar veel sneller gaat dan één mogelijk jaar. Ik zeg maar dat vaak tegen iets mee. Dat kan. Dat is ook wetenschappelijk aan te tonen, dat het ook nog niet helemaal zuiver is. Ja. Daarom zeg ik wel, ik geloof erin. Ik moet zeggen, als het niet is. Oké. Hoe heb ik jouw manier van trainen en coachen bij veel... Dit inzicht dan? Ik kwam er eigenlijk achter dat ik een stuk minder belangrijk was dan ik. Nee, want ik kwam er ook achter dat een groot gedeelte van hoe ik mijn trainingen inricht, is te, voornamelijk voor mijzelf heel erg aanpassen. Door korfbal, losse en dacht ik, ja, je schiet het. Dan pak ik daar 100.000 oefeningen, daar 100.000 oefeningen, daar 100.000 oefeningen. Met andere woorden, eigenlijk zocht ik als trainer heel veel aanvast om de dingen eruit te pakken. En daarmee aan de slag te gaan. En dat op een liefst zo detail mogelijk niveau. Want dan kon ik ze leren dat een pinch zo veel meer effect had op het eindresultaat van daarvoor. Daar was ik eigenlijk heel erg mee bezig op dit. Terwijl uiteindelijk blijkt dat. Kijk maar, kijk maar in de koppeling. Kijk maar überhaupt bij elk team. De techniek. Zoals Rosenboom. Ik word een hoog weg, maar dat is het enige wat ik voor hem wil zeggen. Maar nu ga ik naar strafhofstip kijken. En stroom. Ik weet niet wat hij doet. Maar zeg dat. Voor hem. Ik vind het prima. Nee, ik heb geen moeite mee. Roxanne Develing is ongelooflijk. Die schiet dus op haar linkerbeen. Maar is wel in staat om precies over die lijn te schieten. En hoe je dat dan doet, joh. Dan moet dat. Ja, wat zeg je? Moet aan de... Kijk, uiteindelijk gaat het erom, kan ze over die lijn heen schieten. André Simons. Super knap. Om uit zo'n verschrikkelijke disbalans, dat heeft in staat zijn om te schieten over die lijn. Super knap. Hoe gedaan, hoor. Een meditatie met haar rechterbeen, ze slaat eruit. Dus de techniek heeft een heel voorbeeld zijn. Eigenlijk gaat het daar niet om. Bijvoorbeeld, de doorbal. Waarom leer je op die manier de doorbal aan je kick en steek je? Omdat je zelf ook zelf leert. Waarom laat je zitten? Als je zegt, oké jongens, 50 schieten, waarom zegt je aan boven voor het door? Waarom? Waarom doe je dat? Omdat je zelf ook zelf aan. Dat is wat ik dat nooit zeg. Ja, heel veel terug voor omdraaien. Omdat ze het ook zien. Ze zien het er al aan. Aan het voorbeeld van kort, denk je, hij heeft het niet. De doorbal. Blijkt in de praktijk echt een heel laag percentage zijn in de wedstrijd op training. Ja, toch wel. Maar kijk, ik zeg, misschien is het wel veel effectiever om met één hand richting kort te gaan. Leer achter de vorm. Dat is wat anders dan deze. Dat was wel echt heel laag. Zo wordt het wel uit geen statement. En statement is helemaal mooi, maar niet bij de statement. Ja, uiteindelijk. Ja. Ja. Die baas die af, hè? Die Maar uiteindelijk is dit voor jou misschien wel veel effectiever om met één hand omhoog te gaan. En als jij met twee handen wil, prima dan. Maar de techniek van zo moet je dat doen. Ik had het heel toevallig vanmorgen met jou over. En jou zei, ik heb nog twee handen van Ben Krum. En die schopte mij bijna de midden als ik met één hand wil. Ja. En nu is het een algemeen geaccepteerd ding. Alleen, ja, het wordt toch altijd nog wel in de hand van. Maar mooi zijn ze voor je. Als je meer aan mee krijgt, dan moet je maar weer zeggen. Oh ja, dat is stil hoor. Het doorbalpercentage in de wedstrijd is ongelooflijk laag. Dat is bizar ook, maar echt laag.
toch hè, dat we het allemaal op dezelfde manier gaan doen. Maar je hebt toch een verzekering te maken, als je het leven bijbrengt, dan wordt het meteen allemaal doorgebracht. En dan is het misschien wel, op het moment dat hij daar staat, is dit een veel makkelijker beweging dan dat hij zo nog een klein trouw ertussen, en is er wel geen stip. En je denkt, gaan we school. Die wandel boven te komen, hoe kan je dat makkelijker doen? Omdat dat is, Ik denk dat wij ons vertellen, want hier waren we goed op ergens aan het kinderen, denk ik. Zou je heel radicaal zijn? Ja, geen doel van. Nee, kijk, dat is niet. Maar, je moet het ook wel zeggen, dan. Ja, dat is wat je zo deed. Ja, hoor. Moet ik ergens beginnen? Ja, hier heb je de bal boven gekort. En dan, wat werkt? Ga je de poort hebben? Nee, dat moet je uit hoofd schieten. En niks zeggen. We gaan hetzelfde doen, jongens. Prachtig, wat dit. Ja, gelukt. Dan gaan we in de voorzitter. Gaan ze wel dit doen. Vooruit springen met die kleintjes. Zet hem helemaal voor. Gaan we doen. Dus echt niet tegen de hand houden. Op het moment dat je spelbeleving in je hoefvorm gooit, gaan ze echt niet 100 keer gebruik doen. Doen ze het wel, dan kun je eigenlijk niet genoeg als coach zeggen van joh, hallo, wat zie je nou eigenlijk? Het is een houvast terugkomen. Ja, het is echt een houvast training. Het moet op zo'n manier. Hou vast op training. Spelers hebben het wel zeker gedaan, want ik ga niet zeggen dat ik niet zo geleerd heb. Ik had veel beter gaan kunnen worden. Alleen, mijn leercurve gaat veel sneller en langer door wanneer ik hem op een andere manier in. Dat is eigenlijk de bedoeling. Het is niet zo dat de ene weg wel werkt en de andere niet. Als we die, jongens, je ziet wel dagelijks gevolgd. Alleen, het kan wel anders. Alleen dat heeft wel uitdaging. En dat probeer ik zeker. En het is lastig, zeker in het begin. Hoe gaat het nou? Je moet even oefenstof gaan verzinnen. Alleen maar een spelvorm. Een droge vorm hebben we niks aan, het is niet spelsituatief. Het is geen eindvorm. Het is wel een trainer met veel leuk, man. Als ik droge oefening ga doen, dan moet ik spelen maar kijken van gaat het weer. Een spelletje vinden ze mooi. Ja, ja, spelvormen doen ze mooi. En spelletjes is mooi, maar hij zet het kans heel leuk. Dus leuk is wel belangrijk, maar er moet wel een idee achter dit van, oké, ik zie het in de wedstrijd en dat kan een paas zijn. Maar zet dan die paas, want dat is hoe je nadenkt, zet die paas in een oefenvorm waarvan jij denkt, oké, tegengestelde bedoeling, ze willen winnen. En dit was dus wel een thema. Alleen het lastig, er zijn heel andere spelvormen, er zijn die in je grote mappen staan die ooit gereden van een thema, en dat is wat er maakt opdracht neem ik aan. Maar spelers moeten er ook aan werken. Zeker, wat ik moet doen. Waarom doen we dat? Ja. Hoe wordt jouw visie gedragen met Schalke? Schalke vindt, stel, begin bij het individu en maak daar een team van. En ik begin bij het team en ik smeet mijn individu daar. Okay. Dat is een iets anders, absoluut. Alleen de 3-1 als waardevol onderdeel van een aanval, staat hij niet anders in de ring. Het handelingstheoretische nadenken is volledig hetzelfde. Alleen ik leg er iets anders uit dan hij, maar ik bedoel het precies hetzelfde. En ik vind hem wel wat lastig, het is heel erg lastig. Ik sprak hem gisteren nog over de deel. Hij zei, ik doe dit verhaal al jaren. En dan mensen lopen de deur uit en ik stel één vraag en dan blijkt het eigenlijk nog niet snappen. Het is een hele, het is namelijk, het, je hebt het idee van, oh, zo zit het. Alleen de praktische toepassing ervan is enorm verschillend. Terwijl voor je gevoel denk je namelijk, het is maar een hele kleine aanpassing. Nee, het is in je praktische, je gaat naar training, je bereidt ervoor, is een enorm verschil. Je moet maar eens kijken hoeveel dingen doe je eigenlijk, zeg je eigenlijk op de training, omdat je het zelf ook zo leert. Hoe vaak zeg je wel niet, zo moet het. Het is heel waar. En hoe staat Kees Odenburg daarin? Hetzelfde. Dat hij nogal een groot verschil had met jou, precies het omgekeerde. Nou ja, het staat eigenlijk volledig opgeschreven in boeken. Dus je vindt het zelf op de site. Kijk Kees uit, denk ik dat je het wel even checkt. Alleen is dat in zinnen waarvan je heel fysiek moet lezen van wat staat er eigenlijk echt. En dat is namelijk de theorie. De handelingstheoretische benadering is waar. Alleen zijn wij daar uniek in. Er zijn heel weinig sportbonden die het op deze manier ook doen. Eigenlijk in Nederland zijn alleen de KNVB en wij doen het op deze manier.
En je ziet eigenlijk dat steeds meer sporten onder ons gaan volgen. Omdat eigenlijk ga naar volleybal, ga naar wat ook hockey. Breng alles onder in individuele dingetjes, in kleine behapbare stukjes en probeer die dan weer toe te passen. En ik kwam er ook steeds meer achter dat het spelen kon echt gaat veel spelen, dat constant steeds meer terug moet komen en terugkomt. En we gaan steeds meer mee dat voetbal en korfbal op dit moment daarin leidend zijn, heeft alles te maken met Bekrum. Bekrum is jarenlang docent geweest voor alle topcoaches van de KNVB. Ja. Ik moest eerst van hem voordat ze een papiertje kregen. Dat is een zware opgave geweest, maar verschillende interviews heb ik daar allemaal gelezen in de sport. Al die coaches die hebben het allemaal heel waardevol voor. Hij heeft het daar ook ingebracht. En dat is eigenlijk nog steeds over. Dat is daar nog steeds. Dat is de handeling doelen, opbouwen en voorkomen van doelen. En opbouwen is het voorkomen daarvan. DOV, die krijgen we allemaal in de universiteit gekeurd. Is ook bij voetbal. En bij korfbal en andere sporten die komen aan erachteraan. Die gaan licht iets maken. Ik geloof erin. En ik hoop dat ik dat goed erover kunnen brengen. Hoe pas je dat toe bij zwemmen? Bij zwemmen? Op het moment dat het beeld klaar, druk het water om die weg, gaat een enorme vooruitgang. Ze wisten eigenlijk niet eens hoe ze hun handen deden, want druk het handen impliciet leren. Beeldspraak gebruikt om impliciet leren te bevorderen. Maar Wouda die heeft me wel aangegeven dat ze met onze gouden spelsel dat hier heel specifiek op onderdelen getraind is. Dus dat gewoon echt heel specifiek op het startje, dus steeds weer op die punten letten en voorgezet te krijgen. Ja, zoals ik al zei. Dat is eigenlijk het niet dezelfde visie als het korfbal en het voetbal. Het staat anders in, we moeten het lekker doen. Ik ken kansen. Ja, plus, aan de oude visie is het niet leren, alleen je gelooft geen nieuwe visie bij het leren. Dat is natuurlijk het verschil ook. Ja. Je kan een combinatie doen? Zeker. Zeker in het begin. Aap is natuurlijk ook een les aan, dus als je het voordoet, dan kun je het ook. Mag je zien, mag je doen. Ja. Ja. Nou, het is theoretisch ook nog steeds niet duidelijk hoe mensen leren. Wat ze oppakken. De een moet het zien, de ander moet het horen. Ja. De ander moet het lezen. Wij zijn er wel over eens, dat anders geeft het jezelf op. Ja. De ene moet het zus, de ander moet het zo. En daarom zet ik jou niet in de vorm dat jij moet het zo doen. Nee. De ene moet het zacht, de andere moet het zo. Ja. Ik denk dat we gaan schuiven. Volgens mij willen we een hele moment ook naar Haren. Er schijnt een feestje te zijn. Ja. We gaan hem afsluiten. Als ik wel geen vragen meer zijn. Ja, waarom doe je dit dan met trouwbeleggen? Ik ben een gevecht met de Nuon aangegaan, even als voorbeeld. Toen ik daar wegging, toen kreeg ik in één keer een bericht van de Nuon van dat ik 25% op mijn schotkorting kreeg, wat ik dit leuk vond. Ik ben daar nu niet meer voor mijn nieuwe klanten. Toen heb ik dat bij de UPC gedaan, en nu kreeg ik gelijk terug. Ik heb ook